hoe gaat het met je gezondheid? Dus even serieus. Want ik las in de krant dat je even wat probleempjes had met gezondheid gehad, toch? Ja, kleine probleempjes, maar... Een bloedpropje en zo, toch? Dat was ja, een kleintje maar, joh. Ja, nee, je kan... Nee, was het auto rijden ineens zak dubbel, dat is alles. Nou ja. En dan ga ik naar die dokter, toen ga ik even naar de oogarts, zegt hij. Die zei dat het een heel klein klontje was gesprongen in mijn adertjes. Dus. Maar dan moet je toch een beetje oppassen, Jan, neem ik aan. Dan moet je toch ja, anders... Wat kan ik er nou aan doen? Nou, gezonder leven misschien, dat is minder eten. Nee, dat is niet onaardig bedoeld, maar het is gewoon toch wel belangrijk. Maar je kan toch... Eerlijk is eerlijk, hè? Je kan toch op Jan's leeftijd niet je levenspatroon totaal omgooien? Dat heeft toch geen zin meer? Nou ja, hij ging op een fiets. Nee, maar kijk, het wil niet zeggen dat morgen twee klontjes en je bent er niet meer. Maar ik bedoel, leef lekker door, man. Ja, gewoon ja, natuurlijk, man. Lach gaan. Toch, ik heb een leven die man gehad die naast mij zit. Die is godverdomme over de hele wereld geweest. Dat geldt voor hem ook. Ah, stress. Je moet een keer tevreden zijn. Ah, ja, jij wilt met 93 in een bejaardenhuis zitten met je vrouw. Gezellig. Nee, maar... dat je niet meer weet hoe ze heet. Nou ja, maar... Bij jou keer vraag, weet je ook alweer. Nee, maar dit is... Kom op. Jongen, ik zeg niet dat zij oud zijn, maar... Nee, ze hebben nee. wel een nee, geweldige wat leeftijd bereikt. Wat heb je dan? Mee te maken? Ja. Nee, maar... Je zegt nog maar verder de kloten zijn. Nee, maar kom op, hé. Ik bedoel, nee, maar daar ben ik heel eerlijk in. Ik bedoel, wat jij allemaal hebt meegemaakt als persoon, als trainer, als voetballer... Daar moet een ander moet daar 450 voor worden, Jan. Dan moet je gewoon... Je hebt een gezegend leven gehad, man, hé. Nee, maar ik ben één ding wel met Wilfred eens. Kijk, Jan, die is door zijn overgewicht, heeft Jan wat hoge bloed. Ja. En dat is op deze leeftijd, krijg je dan dat soort problemen. Dus daar zou hij iets rekening mee kunnen houden in plaats van 8 nasi-burgers te 3. Nee, nou, dat heb je weer lekker gedaan, Wilfred. Nee, maar het is meer uit bezorgdheid. Heb je weer lekker gedaan. Het is echt uit bezorgdheid, dit. Het is een serieus onderdeel. Ik meen het serieus. Als ik dat lees, schrik ik daarvan. Maar... niks zo'n beetje, man. Ja, nee, maar, kijk, Jan, je hebt af en toe een waarschuwingetje gehad. En jouw Belgische dokter, die zegt ook dat het onsje minder. Ja, maar het hoort er natuurlijk allemaal bij. Kijk, ik zit nu in de... Ik ben 55. Ik zit nu in de categorie dat iedereen een kunstknie, kunstheup, kunst dit. Weet je, die allemaal last, artrose, toestanden. Nou, en hun zit in de categorie van de tiatjes en de suikerpatiëntjes. Prostaatjes. Staatkankertje, weet je. Luiertje om, weet je dat. Dus dat... En over tien jaar zitten ze in de categorie aan. Dit is geen categorie, die weten het niet meer. Die hebben geen idee wat er over gaat. Nee. Dan zit die jongen ja. Maar ik zie nu alles dubbel, maar het is helaas veel te zijn. Nee. Nee, joh, maar dat is het leven, man. Ja. En ik denk altijd, er is 3 of 4% Dat zijn die mannen dat je leest van 93 die de marathon lopen van Rotterdam, weet je. Dat is die 3%. Maar al die anderen komen toch hartstikke aan de beurt, man. Nee, maar...